Het ethisch comité is bij elkaar gekomen en binnen een kwartier waren ze het erover unaniem over eens dat dit inderdaad geen kwaliteit van leven is en dat jullie zoontje zeer ernstig beperkt zal zijn. En ze hebben toegestemd met een late zwangerschapsopbreking. Wie bepaalt dan het meest, de ouders of de dokter? De ouders bepalen absoluut het meest. Waarom? Er is geen enkele arts die dat kind moet opvoeden. We hebben tegen mijn buik gepraat. Echt om al afscheid te nemen. En dat voelde ergens ook wel goed. Want we wisten gewoon die dag daarna. Zouden we die bevalling ingaan en was je overleefd. En dat, dit voelde gewoon echt wel als een soort van rustpunt. Dat we nog even met z'n drieën dit konden doen. Als het een afwijking is waarvan de ene ouder zou zeggen, dat wil ik echt niet. Dan kan het ook zijn dat een ander ouderpaar zegt, dat willen wij toch opvoeden. Oh ja, het kan heel goed zijn dat je als arts op dezelfde dag, een beetje theoretisch, een kind met dezelfde afwijking zou zien. En dat het ene ouderpaar kiest om daarvoor te gaan en voor maximale opvang te zorgen voor die baby. En het andere ouderpaar zou kiezen om daar een zwangerschapsafbreking bij te doen. En dat kan juridisch ook? Dat kan juridisch perfect. Die missie die ik heb gestart, die heeft andere ouders ook bereikt. Ik ben benaderd door verschillende ouders die in deze situatie terecht zijn gekomen. Ik wil gewoon dat het taboe hiervan afgaat. Ik wil dat er transparant wordt gecommuniceerd over het onderwerp late zwangerschapsafbreking. En ik wil dat de regelgeving verandert. Ja, het onderzoeksinstituut ZonMW heeft in opdracht van de minister van Volksgezondheid deze hele praktijk onderzocht. En minister Kuipers heeft het resultaat inmiddels binnen. Het wordt binnenkort doorgestuurd naar de Kamer. Navraag bij ziekenhuizen in Vlaanderen. Ik heb nog een paar zinnen, jongens. Navraag bij ziekenhuizen in Vlaanderen leert dat steeds meer Nederlandse vrouwen die zwanger zijn van een gehandicapt kind de weg naar België weten.